Roos, de darmexpert, kan het niet laten. Ik wil je natuurlijk ook geweldige kerstdagen wensen. Maar niet alleen dat. Ik wil je ook graag een tip meegeven. Want hoe vaak hoor ik niet dat mensen zeggen... Oh, ik heb altijd zo'n opgeblazen buik met zo'n kerstdiner. Of überhaupt als ik uit eten ga, heb ik een opgeblazen buik. Hierbij geef ik je even een aantal tips om te zorgen dat je niet die erge opgeblazen buik hebt. De eerste tip is... Waarom moet je je altijd zo ontiegelijk vol eten? Eet dus gewoon een beetje minder. En ga dan ervaren dat je daarna ook nog een lekker ontspannen buik hebt. Dus tip 1. Eet jezelf niet ramvol. Tip 2. Is zorg dat je echt geniet. Van elk hapje. Proef goed. Kauw goed. Des te meer je kauwt, des te meer je doet aan voorvertering. Dat is ook al een beetje mijn tipje 3. Maar dat proeven is ook heel belangrijk. Want dan maak je eigenlijk al spijsverteringsenzymen aan. En je zorgt er al voor dat je lichaam voorbereid is op het hapje wat binnenkomt. Dus ga echt bewust genieten en probeer te kauwen, tipje 3, 25 keer per hapje. Dat wordt al gieren met z'n allen het kerstdiner. Want dat is al een hele prestatie op zich. Mijn derde tip is dus het kauwen. Mijn vierde tip is, probeer niet te drinken op het moment dat je eet. Dus aan het diner niet te veel drinken. Ook geen water drinken. Waarom? Je maagzuur gaat eigenlijk een beetje verdunnen. En dat moet een bepaalde zuurgraad hebben om goed te kunnen voorverteren. Dus daarvoor kun je wel drinken en daarna natuurlijk. Maar zorg ervoor dat je tijdens het eten dus niet drinkt. Dat was tip 4. Tip 5 is, als je nou de gelegenheid hebt, en nu kunnen we die gelegenheid creëren, nu we dus eigenlijk allemaal thuis zitten, eet dan wat ananas, een schaaltje ananas bij je maaltijd en ga dus af en toe een stukje ananas eten. Je zult misschien denken, die Roos is helemaal wappie geworden. Maar dat ben ik niet, want in die ananas zitten spijsverteringsenzymen. En die werken dus weer stimulerend om jouw vertering goed op gang te brengen. Dus dat kan helpen. En als je nou moet kiezen, wat moet je nou eten? Kies dan niet hele klompen aan vlees of hele grote stukken vis. Maar doe het dus in kleine stukjes. Een klein stukje vlees of een klein stukje vis. En lekker veel groente, salade of zo erbij. En natuurlijk mag je een beetje patat. Natuurlijk mag je gewoon lekker een beetje genieten. Dat is gewoon, het is feest jongens. Dus dan moet je gewoon genieten. Nou, dat zijn eigenlijk mijn tips die ik jullie mee wil geven. Ga er alsjeblieft van genieten. Geniet ervan dat je met je dierbare zit. En als je niet lukt om met je dierbare te zitten, doe alsjeblieft even een scherm aan. Dat je met iemand even contact hebt. Dat is onwijs belangrijk om ook ontspanning in je lijf te hebben. En als je ontspanning in je lijf hebt, heb je ook een ontspannen buik. Dat is het mooie ervan. Geniet ervan en tot dit nieuwe jaar. Doei!